De Strijpse Kermis is weer geopend. De kermis op het Sint-Trudoplein richt zich vooral op het ouderwetse familiegevoel. Ik denk dat hij eigenlijk heel erg leuk is omdat het een Strijps feestje is. Dat het echt iets is wat gewoon al jaar in jaar uit, dat gewoon, het is Strijp. Mensen komen hier, al kinderen, de opa en oma's. Het is gewoon een heel klein, compact, leuk kermis. Het is gewoon een hele gezellige kermis en dat komt vooral door de terrassen hier tegenover. Dat is één feest s'avonds. Is het dan ook een feestje om hier te mogen staan? Ook een feestje om hier te mogen staan natuurlijk, ook omdat de verdiensten goed zijn. Het kent elkaar allemaal, het is gewoon één klein feestje. De Strijpse Kermis draait dan ook al tientallen jaren mee. Er zijn erbij die het al, ik ga niet zeggen hoe lang, ik denk al 30, 40 jaar er al staan. En die zijn echt gewoon heel betrokken bij deze kermis. Ze organiseren het ook gewoon zelf, dus het komt echt van hun uit. En wij gaan ons steentje eraan bijdragen. Wij zeggen wel als horeca van nou, dan maken wij ook gewoon een hele leuke kermis van. Iedereen weet waar die moet gaan staan. Je kent de mensen, je kent de kastelein, ze zijn weer blij dat je er bent. Dat is veel fijner als dat je voor het eerst ergens komt. Dan moet er van alles geregeld worden. Mensen zijn soms vervelend, want die weten niet wat er gaat gebeuren. Hier ben je welkom, iedereen weet alles. We krijgen water van het kerkhof af. Die mensen verwachten ons al. Dan voel je je eigen welkom. Het is echt een dorp in Eindhoven. Toch voelt de organisatie ook de druk van de grotere evenementen, zoals bijvoorbeeld van Park Hilaria. Wij zijn bewust een week eerder gegaan omdat we dan geen concurrentie ervan hebben. Nu is het gewoon zo van ze kunnen en naar Park Hilaria en ze kunnen nu naar Strijp. Toen was het van nou waar gaan we naartoe? Of we gaan naar Park Hilaria of ze gaan naar Kermis Strijp. En ik denk dat dit voor ons gewoon beter is. Net een weekje eerder. Toch in de vakantieperiode altijd. Maar ik denk dat het eigenlijk wel heel erg goed is zo. De kermis op het Trudoplein is nog tot en met woensdag 31 juli te bezoeken.